Goedendag, ben ik bij alstublieft? Ja, dat klopt. Goedendag, Marisje de Smet hier. Hè. Ik heb mijn hond al een keer bij u binnen gedaan. Boris, een Labrador. Ja? Vorige zomer. Mijn grootvader had een hondje, Pucky, en die is gestorven vorig jaar. Nu, die mens die was daar vreselijk aan gehecht. Die had dat hondje 17 jaar. Hè. En we hebben dat eigenlijk nooit durven zeggen hoe dat beestje naar zijn einde is gekomen. Nu, ik ben hier even bij Vava en die vraagt constant naar de Pucky. En ik had gezegd, ja, weet je wat, maar ik zal een keer bellen naar de... Je gaat zien, die mensen die zorgen daar goed voor. En je zal mij nu echt een groot plezier doen om even te zeggen dat het goed gaat met zijn hondje. Want allee, ja, voor die mens betekent dat heel veel. Versta je? Ja, wat voor een hondje was dat? Want ik een beetje weet over wat ik praat, hè. Dat was een terrier. Een terrier, hè? Ja, ja, ja. Hoe oud was hij? Ja, toch bijna, het was bijna 17 jaar. Dat was echt... Ja, die... Wat kleur had hij een hond? Wat kleur had hij een hond? Ik zo, hè? Een zwartje. Een zwartje? Ja. Een zwarte terrier? Ja, een zwarte. Was het een blaffer of was het een rustige? Of... Het was een redelijk een blaffer, hè, want dat heeft hem toch ook wel... Allee, ja, het feit dat dat nu stil is in huis, dat is toch... Een groot verschil. Ik zal hem even doorgeven, hè, want hij, ja. Het is van... Van Pukkietje? Het is van Pukkietje, ja. Is dat de mensen van Pukkietje dat hij aan de lijn hebt? Ja. Hoe is het met hem? Ja, alles in orde, alles prima. Eet jij nog altijd goed? We hebben een beetje een blaffer zo, natuurlijk. Hè. En dat is altijd geweest, als de facteur kwam. Ho, 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 ho. Maar voor de rest alles oké. Okay. Hij wandelt goed. Alles wat gewild is. En al ontdekt wat dat... Met de andere honden, dat gaat ook al. Ja. Heb je al ontdekt wat dat jij graag eet? Ja, ik geef hem wat droge voeding en zo nu en dan een beetje natte. En zo'n keer iets wat extra? Zo'n keer een dingetje spaghetti of zo? Ja, dat doet mijn vrouw regelmatig. Dan moet je niet te veel doen, hè? Dat is niet... Nee, maar die doet dat nu en dan eens, hè. Ja. Dan krijgen de honden een keer... Eén keer in de week of om de twee weken krijgen, zo heb ik er iets speciaals. Hè. Kunnen we een telefoon doorgeven of aan zijn bek houden dat ik hem nog een keer hoor plaffen of zo? Ja, maar nu voor het moment ben ik niet thuis. Is Pukkietje niet bij u dan? Nee, ik ben niet thuis. Ah. Ik ben er niet. Ah, maar Mariske, dan een keer niet Pukkietje, ik even een namiddag komen halen of zo, dat ze een keer thuis komt. Dat maar eens regelen. Ik zou vragen dat ze morgen een keer langskomt om Pukkietje te komen halen. Ja, we moeten dat maar een keer regelen met haar. Hè. Ik zal ze weer geven. Hè. Bedankt, ja, hij pakt hem nog een keer goed vast en heeft hem een beest. Hè. Het was Pukkietje. Hallo? Pukkietje. Is goed, hallo? Zeg, merci, hè. Ja, het is geen... Merci, hè. Je hebt mij een dag gemaakt, ze. Goed, en die van de Vava ook, ze. Groetjes aan Pukkietje. Groetjes aan Pukkietje, hè? Ja, het zal doen. Dag. Dag. Oh my god. Je weet dat wat dat gaat, hè? Zijn spaghetti geeft hem ook. Ja. Niet te veel doen.